Mooie strijd. En de favorieten die gaan zich zo langzamerhand afscheiden. Maar die best wel. Die kan zo verschrikkelijk hard naar huis. En die komt daar in het derde spoor naar voren. En Jaap van Rijn die lijkt hier toch gewonnen spel te hebben. Mag je aannemen. Ondanks dat die laatste rechte lijn niet lang is. En Dinant Confital niet de eerste de beste is. Maar daar komt hij aangevlogen aan de buitenkant. Maar Dinant, wat is het toch een taai. En die houdt hem toch van zich af. Geweldig. Prachtkoers. Dinant Confital op karakter houdt stand ten opzichte van best wel. En op de derde plaats dacht ik het nummer 10. Nog net. Ja, Jonker Fanatic voor de pechvogel van de koers. Paard nummer 5, Kazari. Winst in de Gouden Hoef, dames en heren, voor John de Leeuw en Dinant Confital. Dinant Confital, een zesjarige vosruim van Titus Boko uit Lillians Love BR. Gefokt door de heer Molhoek in bezit van de Spangenhoeve. Paard wordt getraind door Bas Krebas en werd gereden door John de Leeuw. Jan Bruin namens de PSA met een prachtige ereprijs voor de winnende eigenaar. En in het geval van Spangenhoeve moet er dan even een muntje opgegooid worden, denk ik. Of om de week, misschien kunnen ze hem doorgeven. Het is de moeite waard. Oeh, jongens. Hij zit nog vol dadendrang. Het was ook een aantal rondjes korter dan de laatste keer, John, dat je ermee won. Maar als je zo de Jaap van Rijn van je af kan houden, want je weet hoe dat paard thuis kan komen. Ja, absoluut. Een paard met heel veel speed. Maar ja, deze blijft gewoon doorgaan. Het is ongekend. En hij is op een gegeven moment naast me. En hij neemt toch weer voordeel. Ja, geweldig. Eerlijk rijden is dat. Jan, kom erbij. Nou, het is heel moeilijk om de prijs uit te reiken met zo'n grote schare aan eigenaren. Maar we vinden het fantastisch dat Dinant, die toch vorig jaar geweldig gepresteerd heeft, dit keer ook deze prijs weet te winnen. En ik gun het de stal Krebas van harte namens het bestuur van het Drafcentrum Alkmaar. Ik, een van de eigenaren zou ik graag deze Gouden Hoef willen overhandigen. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan deze prachtige ereprijs. Dankjewel Jan. Ja heer, hoe gaan jullie dit oplossen? Nou, we hebben een erekast. We hebben onze stal een erekast en daar komt weer in te staan. Maar ik wil ook nog even John super bedanken. Toprit en Bas met het hele team. Want wij voeren ze alleen maar en hun doet het werk. En wij staan met de prijzen, maar deze jongens doen het werk. En daar ben ik altijd zeer dankbaar voor. Zo is het. Bedankt voor de mooie woorden. En ze zijn er al vandoor. Geef hem op de terugweg nog een applaus. Het fenomeen John de Leeuw en Dinant Confital. Nog 50 meter, 30. De start is gevallen, paarden onderweg en traditiegetrouw een hele rustige start voor Dinant Confital. Dat is meer het steerswerk. En we gaan de eerste bocht in, daar komt hij aangezeild Bronco Boko. Galopaan in de eerste bocht voor Kremersboy. En die verdwijnt daardoor van het paneel. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. En Bronco Boko gaat zo dadelijk een aanval krijgen van Kazari. En het gat wordt getrokken als Lindsay erachter zou willen. Maar Lindsay wil meer en gaat eens kijken of er bij Tom Kooijman een kop wat te halen valt. Maar kiest nu toch eieren voor de geld. Paarden gaan de linkerbocht opzoeken met Bronco Boko aan kop van het veld. Op de tweede plaats Kazari. En aan de buitenzijde komt de reactie van Jonker Fanatic. Die meldt zich in de vuurlinie. En die gaat dan als volgende proberen of Bronco Boko bereid is de kop prijs te geven. Doet hij dat niet, dan zit Van Rijn weer in een zetel. Hoe krijgt hij dat toch weer voor elkaar met nummer 9? Het mooiste plekje van de koers. Daarachter aan de binnenzijde Yokohama S. En achter Yokohama S is het dan Evie Son. Met aan de relingzijde Cooperstar. En aansluiting is er voor Dinant Confital. Kooijman heeft plannen, dat is duidelijk. En hij mag het tempo nu ook stilzetten aan kop met paard nummer 6 Bronco Boko. Gesassiebald is Kazari daardoor. Die gaat heel moeilijk, denk ik, vandaag daar nog wegkomen. Aan de buitenzijde van Kazari is het Jonker Fanatic namelijk. Die zal niet zomaar opgeven. Maar ze zijn allemaal in de problemen als Jaap van Rijn de speed van best wel kan bewaren vanuit deze positie. Koers trouwens die door Stolpot al regelmatig gewonnen is, dus het kan er nog wel een keer bij. Evie Son, die komt dan aan de buitenzijde voorbij aan paard nummer 2 Yokohama S. En de laatste twee die bekijken we vanaf de reling, dat zijn Cooperstar en Dinant Confital.
2-2 komen de paarden op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met Bronco Boko aan kop van het veld. Jonker Fanatic daar schuin naast. Binnenzijde Kazari. En daarachter is het dan in het tweede spoor die nummer 9 Bestwell. Achter Bestwell komt er wel reactie in het veld. Want John de Leeuw die zet als eerste Dinant Confital in de hoogste versnelling. En dan is ook Bestwell niet op tijd. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. En daar schuift het veld ineen. En gaat als eerste aan de buitenzijde Jonker Fanatic doordrukken. Maar die krijgt een aanval van zijn stalgenoot Dinant Confital. Bestwell daarachter nog met het kruid keurig droog. Komt er ruimte voor Lindsay of komt de ruimte er niet? Het antwoord is de ruimte komt er. En dus is Kazari nu ook een serieuze speler in deze Gouden Hoef. Mooie strijd en de favorieten die gaan zich zo langzamerhand afscheiden. Maar die Bestwell die kan zo verschrikkelijk hard naar huis. En die komt daar in het derde spoor naar voren. En Jaap van Rijn die lijkt hier toch gewonnen spel te hebben. Mag je aannemen. Ondanks dat die laatste rechte lijn niet lang is. En Dinant Confital niet de eerste de beste is. Maar daar komt hij aangevlogen aan de buitenkant. Maar Dinant, wat is het toch een taai en die houdt hem toch van zich af. Geweldig. Prachtkoers. Dinant Confital op karakter. Houdt stand ten opzichte van Bestwell. En op de derde plaats dacht ik het nummer 10. Nog net. Ja, Jonker Fanatic voor de pechvogel van de koers. Paard nummer 5, Kazari.